Beste Adèle, hoe gaat het met je? Redelijk. Oud, moe. Maar ik prijs me gelukkig dat ik er nog ben, op deze manier. Ik hou zo van een oude Amsterdamse kroeg. Die diepe bedstee in het veilig vaderhuis. Hier is het 's winters warm en zomers pluis. Hier krijg je vaak te veel en nooit. Kedinkedonkedinkedonkedink, mijn oom het aan. Kerinke, ronke, rinke, ronke, rinke tegenaan. Kewinke, wonke, winke, wonke, winke op bezoek. Een foto van Adèle uit de jaren 80 is die tijd gaan definiëren, hè? Schoudervulling, stekelhaar. Stekelhaar? Een punkromantische coiffure van de hoogste orde. De lelijkheid, als het zeldzaam was, dan scheen voor u de maan. Kilometers benen zou er in uw nu verroeste scheden gaan. Ook in mijn leven vonden heel wat rampen plaats. Hoe vaak verdween ik plotseling niet uit het zicht. Lag ik weer eens in stukken in het ochtendlicht. Juist als het goed gaat, word ik tegendraads. En ieder loopt te zoeken naar die zwarte doos. Die zwarte gast die straks mijn vluchtgedrag verklaart. Tot dan verzinnen de experts maar schaamteloos. Hoe of dat voelt, of de kop slaan met zo'n vaart.